Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van autorij.nl. Mijn naam is Bart en in deze video staat deze Nee. Dit is geen Toyota, dit is namelijk de Suzuki Across Plug-in Hybrid. En jawel, je hoort het goed. Je spreekt het woord Across uit als Across en niet als A-Cross of A-Cross. Nee, de letterlijke betekenis van het woord Across is iets overbruggen. Ja, en deze auto heeft natuurlijk een off-road karakter, een SUV-randje. Vandaar die naam Across. Maar goed, in deze video ga ik je helemaal bijpraten, alles vertellen over deze nieuwe Suzuki Across Plug-in Hybrid. 306 pk sterk en daarmee de sterkste Suzuki ooit. Jawel. Ja, voordat ik je helemaal bijpraat over die Across, eerst even wat uitleg. Want hoe zit het nu precies tussen Suzuki en Toyota? Nou, eigenlijk is het super simpel. Want beide merken hebben met elkaar een alliantie. En dat betekent dat ze bij elkaar in de voorraadkast kunnen snuffelen en daar technologieën met elkaar kunnen delen, uitwisselen. Dat is het hele doel van die alliantie ook. En Suzuki heeft dus ook toegang tot het modellenaanbod van Toyota. En daar maakt de Japanse autofabrikant heel erg graag gebruik van. Wat zeggen we? Suzuki komt met een Swayze. En dat is een hybride estate op basis van de Toyota Corolla Touring Sports Hybrid. En Suzuki komt dus ook met een plug-in hybride SUV op basis van die Toyota RAV4 plug-in hybrid. Maar op die Toyota RAV4 PHEV is het wachten tot begin 2022. Want Toyota geeft prioriteit aan andere modellen in Europa. En dus zegt Suzuki, weet je wat, wij brengen lekker alvast die Across uit in Europa. Kunnen we alvast een plug-in hybride SUV aanbieden. Dus wat dat betreft heeft Suzuki de primeur met deze Across plug-in hybrid. Wetende dat dit natuurlijk onderhuids een Toyota is. Ja, en waarom doet Suzuki, het merk natuurlijk met de bekende S, dit nu allemaal? Nou ja, eigenlijk vrij logisch. Die Suzuki Swayze, die heeft op papier een zeer lage CO2-uitstoot. En dat geldt ook voor deze Across plug-in hybrid. Wat zeggen ze? Op papier heeft deze SUV slechts 22 gram per kilometer aan CO2-uitstoot. En dat is natuurlijk bijzonder gunstig voor het CO2-gemiddelde van alle autofabrikanten. Ja, wat eigenlijk steeds belangrijker wordt. Op deze auto zit maar ongeveer 500 euro BPM. Dus het is niet alleen handig van Suzuki, maar eigenlijk ook wel politiek verantwoord. Want mede dankzij deze Across, maar ook dankzij die Swayze, kan de gemiddelde CO2-uitstoot van Suzuki flink worden gedrukt. Ook al hebben ze natuurlijk allemaal kleine autootjes, maar het wordt steeds belangrijker ja, dat die CO2-uitstoot drastisch wordt verlaagd. Het gemiddelde moet enorm laag zijn. En wat dat betreft kan die Across plug-in hybrid Suzuki daarbij heel erg helpen. Want zoals gezegd, 22 gram CO2 per kilometer, dat is gewoon bijzonder laag. Nou, het design dan. Ja, Suzuki geeft die Across echt wel een eigen gezicht ten opzichte van die Toyota RAV4. Maar ja, wat niet heel erg veel mensen weten, is dat dit gezicht, ik moet het maar niet verder vertellen, maar dit gezicht van deze Across wordt eigenlijk gebruikt op een ander Toyota model wat wij in Europa hier niet kennen. Vertel het maar niet door, vindt Suzuki ook niet leuk. Maar dit is eigenlijk een Toyota Wildlander Hybrid. En die verkoopt Toyota alleen in China. De bumpers zijn ook gelijk, koplampen zijn allemaal gelijk aan die Toyota Wildlander. Maar ja, die kennen we in Europa dus niet. En dus vond Suzuki het een goed idee om deze Across aan te bieden in Europa. Het is echt een Europe-only model. Ja, met het gezicht van die Toyota Wildlander. Maar goed, dat weet helemaal niemand. Dat realiseert waarschijnlijk ook zich helemaal niemand. Maar het is dus stiekem wel zo. Maar het resultaat is natuurlijk wel dat die Across nu wel een afwijkend gezicht heeft ten opzichte van die Toyota RAV4. Ja, de voorkant heb je nu gezien, maar de achterkant van die Suzuki Across, ja, die lijkt dan wel veel meer op die Toyota RAV4. Daar zijn de verschillen eigenlijk heel erg klein. Maar voor de rest is het eigenlijk natuurlijk gewoon die Toyota RAV4 met een andere badge. Dus hier heb je Suzuki staan, het Suzuki logo en dan heb je hier nog Across en plug-in hybrid. Want ja, die Across wordt in Nederland aangeboden enkel met een plug-in hybride aandrijflijn. En dat is een bijzonder sterke aandrijflijn, kan ik je vertellen. Liefst 306 pk. Maar ja, waaruit bestaat die aandrijflijn nu eigenlijk? Dat kunnen we natuurlijk vertellen. Die aandrijflijn bestaat uit een 2,5 liter viercilinder benzinemotor met 185 pk en 227 Nm aan koppel.
En verder heeft die Across ook nog een voorin geplaatste elektromotor met 182 pk en 270 Nm. Verder heeft hij ook nog een elektromotor op de achteras met 54 pk en 121 Nm aan koppel. Oftewel drie motoren. Twee voorin, een benzinemotor en een elektromotor en een compacte elektromotor op de achteras. En dankzij die elektromotor op de achteras ontstaat automatisch ook vierwielaandrijving. Zonder dat er een conventionele kardanas nodig is om de achterwielen van energie te voorzien. Dat gebeurt nu allemaal door die elektromotor. Nou, op papier heeft deze Suzuki Across daardoor 306 pk en dat is meer dan genoeg vermogen om in 6 seconden van 0 naar 100 km per uur te sprinten en een topsnelheid te halen van 180 km per uur. En het is een plug-in hybride, dus dat betekent dat hij ook een compact accupakket heeft om elektrisch te kunnen rijden. Nou ja, compact, deze Across plug-in hybrid is uitgerust met een 18,1 kilowattuur lithium-ion accupakket. En 18,1 kilowattuur, dat is gewoon een vrij grote accu. Er zijn zelfs elektrische auto's op de markt die ja, niet eens een veel grotere batterij hebben. En dat betekent dat je met deze dik 2000 kilo zware Across plug-in hybrid toch wel grotere afstanden elektrisch kunt overbruggen. Wat zeggen we? Op papier heeft deze auto een range, een WLTP-actieradius van 75 kilometer. En haal je dat ook in de praktijk? Jazeker, je moet in de praktijk ongeveer rekenen op... Wat zal het zijn? 60 tot dik 75 kilometer. Sterker nog, als je met deze Across echt in de steden gaat rijden, dus echt in de stadcentra, dan kun je zelfs 100 kilometer elektrisch rijden. En hoe komt dat? Nou ja, in de stad is zo'n plug-in hybride natuurlijk enorm in zijn element, omdat je continu afremt en daardoor ook weer energie terugwint. En dat betekent dat je steeds weer energie opvangt die je kunt gebruiken om elektrisch te rijden. Dus hoe vaker je in de stad rijdt, hoe groter die range. Maar stel je rijdt op de snelweg, 100 km per uur, dat moeten we tegenwoordig allemaal natuurlijk. Ja, dan moet je ongeveer rekenen op 60 tot 70 km range. Suzuki levert die Across helemaal compleet. Je kunt alleen nog een ander kleurtje bestellen en de tinten Silver Metallic, Grey Metallic, Attitude Black Mica en Dark Blue Mica, die hebben geen meerprijs. Maar voor de kleuren White Pearl Crystal Shine en Sensual Red Mica, och, wat klinken die kleuren geweldig, betaal je €995 extra. Verder kun je ook nog een afneembare trekhaakset 13-polig bestellen en daar ben je dan €999 voor kwijt. Kijk, en deze Suzuki Across, de auto die wij hier testen, die is uitgerust met zo'n trekhaak. En die trekhaak zit er echt niet voor niks, want deze Across mag op papier 1500 kilogram geremd trekken. En wat moet deze Suzuki dan kosten? Nou, je moet weten, deze Across plug-in hybrid kwam op de markt met een vanafprijs van €65.000. Maar daar kwam Suzuki later op terug, want er was sprake van een Europese prijsharmonisatie. En daardoor gingen er duizenden euro's van die vanafprijs af. Deze Suzuki kun je nu fully loaded, dus helemaal kant-en-klaar kopen, voor €55.900. Dus inclusief die 18,1 kWh batterij met 75 km range. En je mag best weten, mensen die deze auto al in beginsel hadden besteld voor die €65.000, die zijn netjes gecompenseerd. Dus die hebben dat geld gewoon netjes teruggekregen. Maar stel, jij bepaalt nu om deze auto te kopen, dan ben je dus €56.000 kwijt op die €100 na dan. En hoe zit het dan met de bagageruimte van deze Suzuki Across? Laat ik je graag aan je zien. Kwestie van op de knop drukken en hij opent automatisch. En dan zul je zien dat je een bagageruimte hebt die nog steeds meer dan bruikbaar is. Ook al is het een plug-in hybride, eigenlijk heb je van het accupakket helemaal geen last. Ik zal deze even naar achteren doen. En voilà. En dan heb je hieronder nog wat opbergruimte. Kijk, met een reservewiel ook nog. En hier heb je dan een tas. En dat is op zich wel handig natuurlijk, want daar kun je wat laadkabels in kwijt. Ik zal hem ook eventjes openen. En dan kun je zien dat daar de laadkabel in zit. Dus die kun je dan heel netjes gewoon opbergen. En vrees niet dat deze door de hele bagageruimte ligt, want die zit muurvast met klittenband. Dus die blijft gewoon netjes liggen. De bagageruimte sluiten met een druk op de knop. En dan gaan we hier even naar de linkerkant. Want hier heb je een klepje. En aan deze kant heb je ook een klepje. Nou, dit is het laadklepje. Kijk, hier kun je de auto bijladen. En aan de andere kant heb je dan de tankopening van de benzinetank. Die zit hier dan achter. En hoe zit het dan met de ruimte op de achterbank? Nou, die is prima voor elkaar. Het is natuurlijk wel een familie SUV. En je zult zien, hier kun je gewoon ook als volwassene
gewoon uitstekend zitten. Je hebt ook verschillende voorzieningen. Denk bij bijvoorbeeld aan een armsteun. Twee bekerhouders zitten er standaard in. Wel zo comfortabel. En je hebt hier ook nog twee laadpunten voor bijvoorbeeld smartphones op te laden. En verder heb je ook nog wat handige rugleunvakken voor het opbergen van wat spulletjes. Maar aan zich is hier helemaal niets te klagen. Even de deur sluiten. En dan laat ik je graag even het interieur zien. Want ja, Suzuki kan het ook niet onder stoelen of banken steken. Dit is nog steeds duidelijk een interieur van een Toyota RAV4. Maar Suzuki heeft er wel een eigen draai aan gegeven door er een ander stuurwiel in te plaatsen met Suzuki logo. En voor de rest is eigenlijk alles gewoon helemaal Toyota. Zo, en als je dan plaatsneemt in die Suzuki Across Plug-in Hybrid, ja, dan valt natuurlijk op dat alles gewoon mooi in elkaar steekt. Mooie materialen, zachte materialen, alles voelt ook solide aan. Ik zal hem ook eventjes starten. En dan zul je zien dat ook veel meer elementen van de Toyota natuurlijk zijn overgenomen. Je hebt wel specifieke Suzuki opstartschermen, om natuurlijk dat Suzuki gevoel te geven. Maar dit is wel gewoon het Toyota Touch 2 infotainment systeem. Maar er is wel één belangrijk verschil ten opzichte van die Toyota RAV4. De knoppen die zijn allemaal identiek. Hier heb je namelijk home, menu, audio, track, phone, setup. Hoe dit systeem werkt, wijst zichzelf uit. Maar je hebt ook het knopje map. Navigatie dus. En als ik daarop druk, navigatie is op uw systeem niet beschikbaar. Nou, hoe kan dat nu? Nou, heel erg simpel. Suzuki die heeft in Europa onderzoek gedaan onder klanten en die hebben aangegeven, wij hebben helemaal geen navigatie nodig, want wij navigeren gewoon met Apple CarPlay of Android Auto. Systemen die ook dit infotainment systeem gewoon netjes ondersteunen. Gewoon met een kabeltje telefoon verbinden en je hebt Apple CarPlay of Android Auto, afhankelijk van device. Maar navigatiesysteem is dus onklaargemaakt in deze Suzuki. En dat heeft nog een tweede reden. En dat is omdat in het navigatiesysteem van Toyota alle dealers zijn opgenomen. Dus dan zie je op het kaartje ja, waar een Toyota dealer zich bevindt. En dat kan natuurlijk niet het geval zijn in een Suzuki. Dus dat hebben ze geschrapt. En ze hebben ook nog intern onderzoek gedaan naar het gebruik van het navigatiesysteem. En daaruit is gebleken dat ja, het geïntegreerde navigatiesysteem nauwelijks nog wordt gebruikt. En dat de voorkeur gaat naar Google Maps via Apple CarPlay of Android Auto. Ja, en hoe alles werkt, dat wijst zichzelf natuurlijk helemaal uit. Cruise control instellingen, ook adaptief, maar ook normale cruise control. Als je hem inschakelt, kijk, dan komt daar een autootje bij te staan. Zet ik hem weer eventjes uit. En als je hem dan tijdens het inschakelen ingedrukt houdt, dan gaat hij zeggen, constante snelheidsregeling klaar. En dan functioneert het systeem gewoon als een conventionele cruise control. Het instrumentarium spreekt voor zich, brandstofreserve, accureserve, een Power Eco Charge Meter zit hier. En voor je neus zit ook nog een fors kleurenscherm waarop je verschillende informatie kunt laten zien. Bijvoorbeeld hoeveel kilometers je elektrisch nog kunt rijden, in dit geval nog 38. En hoeveel benzine kilometers je nog kunt rijden, 710 kilometer in dit geval. Dan voor de rest is de bediening allemaal heel erg makkelijk. Dus hier heb je nog gewoon een conventionele bedieningsunit van de airconditioning. Hieronder heb je nog een aflegruimte voor bijvoorbeeld je telefoon. Geen inductielader moet ik zeggen. Nog een USB opening. Hier heb je nog een 12 volt opening, twee bekerhouders. Hier heb je nog een enorm ruim vak, bijvoorbeeld voor het wegleggen van je portemonnee. En dit vakje kan er ook nog uit en dan heb je nog veel meer opbergruimte. Dus aan praktisch gebruiksgemak, ja, is het dik voor elkaar in deze Suzuki Across. Ja, horen jullie wat? Nou, de kans is groot dat je helemaal niet zoveel hoort. En dat is natuurlijk vrij logisch, want het is een plug-in hybride. En daardoor rij je natuurlijk altijd elektrisch weg. Zoals gezegd, deze Across Plug-in Hybrid heeft een elektrisch rijbereik van 75 kilometer. En in de praktijk blijkt het ook gewoon heel erg goed te kloppen. Uiteraard afhankelijk van je rijstijl, snelheid en meerdere factoren. Hoeveel kilometers je daadwerkelijk uit het accupakket peutert. Maar dat je 70 kilometer op zijn minst kunt halen, ja, dat staat buiten kijf. Uiteraard moet je hem wel netjes opladen. Want anders gaat het voordeel van zo'n plug-in hybride aandrijflijn natuurlijk verloren. En hoe bevalt het rijden dan in deze Suzuki Across Plug-in Hybrid? Nou, ik moet zeggen, heel erg goed. Dit is een zeer comfortabele, ruime familieauto met ook fijne stoelen. Gelukkig zijn de zittingen in dit geval ook niet te kort, waardoor ook gewoon je bovenbenen voldoende steun hebben. Ja, en het stuurgevoel is ook nog eigenlijk best wel goed in orde. Het is een zeer stille, comfortabele, ruime gezins-SUV die eigenlijk gewoon van alle gemakken voorzien is, met uitzondering van navigatie. Maar goed, dat kun je dus oplossen met Apple CarPlay en Android Auto. Maar onder de streep is het gewoon een zeer, ja, goed ding. Hij is niet goedkoop, dat moet ik wel toegeven. Want ja, 56.000 euro, dat blijft natuurlijk veel geld.
Maar je krijgt er wel een auto voor terug die echt future-proof is. Want je kunt gewoon de binnensteden in de toekomst blijven betreden dankzij die elektrische rijcapaciteiten. Waardoor je dus gewoon emissievrij, lokaal is emissievrij moet ik zeggen, kunt rijden. Maar het gevoel blijft wel natuurlijk dat dit onder de streep wel echt een Toyota is. En dat kan een ander stuurwiel of een ander front natuurlijk niet verbloemen. Maar dat wil helemaal niks zeggen dat dit product dan niet klopt. Integendeel, dit is gewoon een zeer goed doordacht product. En ik durf eigenlijk bijna ook te zeggen dat Suzuki met deze Across gewoon bullseye gooit. Ook al is die dartpijl in kwestie in dit geval afkomstig van Toyota. Ja, en dat is alles wat je moet weten over deze Suzuki Across plug-in hybrid. Wil je nog veel meer weten over deze SUV gebaseerd op de Toyota RAV4? Check dan vooral de test op autorij.nl. En vond je deze video leuk en deze Suzuki Across leuk? Geef deze video dan vooral even een duim omhoog. En vergeet je natuurlijk ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Voor nu, heel erg bedankt voor het kijken en graag tot een volgende video.